Portiers in Eindhoven hebben vaak niet de vereiste kwaliteit om hun werk goed te doen. Vaak hebben ze niet de juiste diploma's op zak. Daarnaast blijkt dat 64% van portiersbedrijven die in de Brabantse stad werkzaam zijn, regelmatig in overtreding is. De gemeente Eindhoven heeft daarover een memo verspreid onder media en onder raadsleden. Komende maand vindt er overleg plaats tussen burgemeester Rob van Gijzel en vertegenwoordigers van de horeca en portiers in Eindhoven over deze problematiek.